Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In mijn keuken, want ik wou eventjes ergens zitten waar ik mijn laptop kon neerzetten. Zodat ik met jullie kan gaan reageren op mijn boy video's. En een tijdje wou ik het al doen, alleen ik denk 2018 is begonnen. Ik ga reageren op mijn boy video's van 2016. 16? 15? I don't know. Ik ga even naar mijn YouTube kanaal. En ik ga helemaal naar beneden scrollen. Oh. 28 mei 2015. Dus bijna 3 jaar geleden is mijn allereerste video gepost. Girl, I'm not ready. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? The fuck? Ik ben deze video om met je uit te leggen wat je allemaal kan verwachten als je via internet uit Amerika dingen bestelt. Zoals via wat ik heb besteld via Unip. En ik heb heel erg over YouTube heen gezocht, omdat ik echt iemand ben die echt... Ik heb heel erg over YouTube heen gezocht. Oh, wat erg! Kijk, hier was ik dus nog zeg maar mijn emo-periode. Ik hoor wel dat ik nu helemaal zwart aan heb, even niet opletten. Maar ik dacht helemaal van piercings. En ik weet nog dat ik toen een vriendje had, mijn ex. En die vond piercings helemaal verschrikkelijk. En ik had toen mijn tongpiercing al in tegenzin van hem laten zetten. En hier was het net uit. Het was hier nog niet zo heel lang uit. En toen dacht ik echt, fuck you, ik ga mijn hele gezicht laten volpiercen. Dus ik had angel bites, ik had een septum, ik had hier een piercing, ik had in mijn oor nog een piercing. En dit was zeg maar wel een soort van mijn daily look. Zo ging ik naar school, zo ja, met een beanie op en zo. En mijn kamer is hier ook nog zo leeg en basic. En op zoek als ik iets niet weet, is meteen Palmobil, Google opzoeken. Dus ik heb ook echt op YouTube gezocht van wat... Mijn lippen hier. Mijn lippen. Ik heb geen lippen. Oh, hier had ik nog geen lipfillers. Ik heb nog nooit lipfillers gedaan. Dat heb ik echt... Ik weet niet eens of ik dat voor de eerst heb gedaan. Alleen, hier had ik dus nog nooit lipfillers. Hier had ik geen lipfillers. En... Girl? Naar filmpjes in het Nederlands van deze schoenen. Maar die zijn er dus niet. Oh, hier was ik heel erg op de tour van... In Nederland is er niks over te vinden. Dus ik ga het wel maken. Dus ik had zeg maar mijn favoriete schoenen nog steeds. Mijn favoriete schoenen draag ze nog steeds. En als ze dus eigenlijk niet in goede kwaliteit. Ik heb ze besteld via unifclothing.net.com. Ze heet de Unif. Even een 2 keer afspelen, want ik vond het blijkbaar heel grappig. .com. .com. Unif Hellraisers. Ik heb ze alleen dan in het wit met zwarte stutsen. Ze zien er zo uit. Het zijn gewoon echt de meest gaye schoenen die je maar kan kopen. Ja, hoe iedereen soms schrijft zijn gewoon zeg maar de opa-schoentjes slash ballerina's, maar dan met spikes erop. Deze zijn heel vies. Deze... Ik vond ze echt geweldig. Die vond ik op Marktplaats. En ze waren in mijn maat en ik was echt crazy. Op die schoenen, ik had ze zo intens veel aan. En letterlijk iedereen op 1 persoon naam waar ik mee omging... Vond ze afgrijzelijk lelijk. En ik vond ze echt geweldig. Ik dacht echt, ja, die schoenen zijn geweldig en cool. En Dus heb ik niet via Unif besteld, deze heb ik via. Nou ja, en dan ga ik vervolgens gewoon de schoenen opboxen. En ben ik helemaal blij en dat ik ze aanpas. En dus dat was mijn eerste video. En dan 1, 2, 3, 4, 5. En dan heb ik al mijn transgender update. Dus mijn 6e video was mijn eerste transgender update. Dan hebben we hier nog My Makeup Tutorial Jeroen Maya. 100.000 views. Altijd de Red Bull. Het ziet eruit. Ik was hier heb ik dus mijn zonnebankverslaving. Als jullie mij zeg maar, toen kenden persoonlijk, ging ik heel veel naar de zonnebank. En was ik enorm bruin vergeleken met wat ik nu ben. Hallo! Eergisteravond werd het licht ineens heel slecht en toen was het ineens heel donker buiten en gisteren was het een beetje druk. Oh, mijn tanden leken zo wit toen ik zo bruin was. Dat was echt fucking geel waar en een roze lipstick op ook. Dus heb ik de helft nu ook opgenomen, dus vandaar er 2 verschillende outfits. En... Mijn stem, ik kan niet over mijn stem heen komen. Ik heb nog steeds al een wat zwaardere stem, maar mijn stem hier, oh my god! Oh, gewoon niks. Dit was echt maar echt mijn natuurlijke stem zonder dat ik iets aan deed. Gewoon heel erg zo. En
dat er misschien bij de ene heb ik wat meer extra gedaan en wat minder. Dus het zal niet helemaal kloppen. Dit shirt. Ik heb dit shirt nu niet meer, maar ik weet nog dat ik vroeger video's keek van toen nog Gregory Gorgeous. En hij had ook zo'n shirt en het was heel erg een beetje emo-achtig, zo'n shirt. Dan met zeg maar wit en dan zwarte mouwtjes. En ik weet nog, helemaal geweldig vond dit shirt. Want ik helemaal in love was met dit shirt. Alleen ik vond het jammer dat er dingen op de mouwen stonden. Ook die Red Bull, girl. En laten we beginnen. Oh, ik... Even een kleine rewind. Laten we beginnen. Holy fuck. Holy fuck. Hier had ik mijn Angel Bites al uitgedaan. Ik heb mijn Angel Bites echt maar iets of een week of anderhalve week gehad of zo. Omdat ik het heel graag wou. Alleen toen, zeg maar, ze bleef het aan de achterkant aan mijn tanden hangen. Als ik een bepaalde beweging deed, dan trok ik zeg maar half uit mijn lip. En het deed zoveel pijn altijd. Dus ik heb ze echt maar 2 weken gehad toen ik ze uitgedaan. Dus hier heb ik ze al uit. Dus hier heb ik al geen Angel Bites meer. Ik was bruin en ik had... Net mijn haar hier gemillimeterd. Hier was mijn haar aan het groeien van gemillimeterd zijn. Girl, het is eruit hier. Als basis gebruik ik de Full Coverage Foundation. Come through voice over. Oh, hello. NW35. Ook echt met een beauty blender strepen. Niet dat, gewoon strepen. That's how I did it in 2015, girl. Ik pak ook goed de nek mee, dat is erg belangrijk. Oh girl, nu 80% van mijn comments. Je moet je nek mee blenden, je bent te geel. Nou, toen in 2015, I knew dat je je nek mee moest blenden. Toen dacht ik ook nog dat ik mijn contour echt hieronder moest doen, terwijl het een beetje zo naar boven moet blenden. Maar nee, ik blend het naar onder. Dit techniek. Waar je normale contour ook zou zetten, alleen ik doe dit al in mijn basis, omdat ik dat er mooier uit vind zien. Toen al, hè? De cream contour was ik toen al van. Ik was toen al dat ik dacht, mijn cream contour. Dan pak ik van de Naked 2 palette de kleur. De Naked 2 palette, girl. Nu ben ik in toe, praat ik dus al half Engels, half Nederlands. De Naked 2 palette. Vanaf mijn 11e video werd ik Jessie Maya, dus daarvoor is allemaal nog Jeroen. Urban Decay Smoky Tutorial Jeroen Maya. En die heeft dan 12.000. €5 per maand korting op je Vodafone Red abonnement. Coins, girl. Oh, de Lumi case. De Lumi case. Selfies maken altijd. In deze video gaan we... Girl. Oh, deed ik mijn wenkbrauwen toen nog niet? Met de Naked Smoky Palette. Ik heb dit palet zelf nog nooit gebruikt. Hij ziet er zo uit. Ik heb nog wat meer mat gezien, maar dat heb ik met alle Naked Palettes. Oh, mijn tong piercingen. Oh, ik ben zo crazy hier. Fuck, dat ik toen abonnee zat. Ik ben zo cringy hier. Fuck. Mijn wimpers krullen? Sinds when? Wanneer ben ik begonnen met mijn wimpers krullen? Ik heb mijn wimpers nooit... Ik had geen wimpers... Dit waarschijnlijk was dit gewoon van... I'm extra, ik heb het niet nodig, maar ik heb een stap nodig extra in mijn make-up routine. Dus ik wil even mijn wimpers krullen omdat ik de high class ben ofzo. Ik weet, ik heb geen wimpers krullen nodig. Waarom heb ik mijn wimpers krullen? Ik vind dat na mascara. De liquid lipstick van Jeffree Star, Posh Spice gebruiken. Ja, Jeffree Star. Ik heb lip fillers, maar wat... Ik heb lip fillers? Girl, where? Fuck! Doe eens altijd, ik overlijd zelfs nog. Maar ja, van daar had ik wel lip fillers, hoe klein mijn lippen daar waren. Maar ik vind 5000 lippen... Ah, ik was wel schattig. Ik heb lijken nodig, dus ik ga altijd gewoon... Ook echt die rommelige kamer daarachter. Oh, nog steeds af en toe rommel. Come through. Eerst een X. Echt heel bruin. Ik hou niet zo van de... Oh, ja, roze en... Nog steeds niet. Ik hou niet zo van de roze. Oké, nou, girl.
Maar dan, favoriete juli 2015, Jeroen Maai. Oh, get that coin, girl. Get that coin. Kylie Jenner. Deze video's zijn mijn jullie favorieten. Heb je nou zoiets van Whoopi Goldberg leuk voor je met je Kylie Jenner shirt? En worden... Met je Kylie Jenner shirt? Wat praat ik raar daar? Met je Kylie Jenner shirt? Per minuut 24 uur aan nieuwe video's geüpload. Ik heb het opgezocht, hè. Ik ging opzoeken. Manny kan het, dan kan ik het ook. Maar dan ga ik het net even ietsje anders doen. Dus er zijn genoeg andere video's op YouTube die je misschien wel leuk vindt. Ga die lekker kijken. Voilà. Het eerste is Hair Through. Full. Dus in ieder geval dit. Het zijn haargroeipillen. Ik heb ze via internet moeten bestellen. Ik was gewoon letterlijk kaal. Stekeltjes. Het ziet er niet uit wat ik hier met mijn haar heb gedaan. Girl! Mijn haar is nu zo lang. Anderhalve maand geleden dat ik het zo kort had. Dus dat is redelijk snel gegroeid. Ha, ze is wel eigenlijk niet vroeger. Was ik toen al Duits? Ik was in juli 2015 al Duits. Toen gebruikte ik al Duitse woorden. Het enige wat ik nu eigenlijk echt gebruik is... Liebe Goethe. Dat is een product, oh my god. Is Urban Decay Chill Makeup Setting Spray cooling and hydrating. Het is gewoon een make-up setting spray. Hier krijg ik gewoon views en abonnees, hè. Allereerste transgender update hebben we dan nog. Maar daar was, ja, daar was ik nog niet rond. Ah. Fucking dramatisch. Ik weet niet hoe ik moet beginnen. Girl. Ik ben transgender. Ik maak deze video over mijn ervaringen tot nu toe als transgender. Niet omdat ik zo populair ben op YouTube of zo, dat ben ik niet. Maar gewoon ook voor mezelf, zodat ik het over een jaartje of over 2 jaar nog weer kan terugkijken hoe ik er toen in stond, wat ik er toen van vond en hoe ver ik toen was. Op dit moment sta ik ingeschreven bij het VU. Ik sta in wachttijd van 1,5 jaar. En ondertussen moet ik nog 3,5 maand wachten. Bitch! September. Vanaf juli dus. Ik ben nu nog niet begonnen. Ik heb gekozen zo naar school toe te gaan. Ja, dat was heel erg. Ik ging dus zo naar school en ik was zo freaking onzeker. Ik ging dus echt zo naar school. Ik had zo kort haar. Extensions erin, plat, knipjes allemaal erin. Het zag er niet, maar dan ook niet uit. Maar ja, ik dacht dit moet nu. Gelukkig ben ik bij zinnen gekomen, maar girl, ik zag er uit toen. Ik heb daar heel lang op. Oh, bitch, dramatic ass. Oh, love it. En dan hebben we transgender weer 2. Oké. Tijdje geleden. 10 maart 2016 alweer. Mijn vorige update was denk ik 5 maanden geleden. Ik weet niet of je die gezien hebt. Als je die gezien hebt, zal ik hier even een linkje doen naar... Oh, come through with the acrylnagels, B. Oh, echt lang en hoekig. En... De eerste video. Er is een hoop veranderd in 5 maanden. Ben je het niet eens met transgenders? Ben je het niet eens met mij? Klein. Ik was hier zo bang, hè. Dat ik gewoon echt een bouwvak en een bloemtjesjurk zou worden. Kijk, ik wist wel, oké, ik kan een eyeliner, ik kan mijn wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen zijn er trouwens al wel een stuk beter. Maar ik was zo bang dat mijn gezicht er nooit vrouwelijk uit ging zien. Ik was er slapeloze nachten over hier. Kijk dan vooral deze video niet, weet je. Hoef je mijn levensverhaal niet te weten, hoef je niet te weten waarom ik transgender ben en waar ik nu ben en al die dingen. Je boeit je dat niet. Klik dan alsjeblieft deze video weg, want dan ga je alleen maar, weet ik hoe lang, 10 minuten lang of zo, irriteren aan mij. En weet je, daar maak je jezelf niet gelukkig mee, daar maak je mij niet gelukkig mee. En weet je, klik het gewoon weg. In ieder geval... Klik het gewoon weg. Nou, jongens, ik denk dat we genoeg hebben gezien van mijn boy-video's. Ik vind het heel heftig om het allemaal te zien. Het is er zoveel veranderd en zo... anders allemaal en hoe ik zelf ben en hoe ik doe in mijn video's en hoe ik praat en mijn stem. Kijk, als ik dit kijk dan denk ik, oh my god, er zal misschien dat jullie denken, er zijn niet zoveel veranderd. Ik vind persoonlijk wel dat er heel veel is veranderd. En gewoon qua ook make-up skills, hoe ik toen daar mijn make-up deed, vergeleken met nu, is echt
zoveel veranderd. Echt bizar dat jullie toen naar mij... Ik denk dat ik ook gewoon cringe naar kijk omdat ik het zelf ben. En ik daar echt zo niet... Zeg maar, het echt pas sinds een tijdje is dat ik echt denk... Dat ik echt mezelf er vrouwelijk uit vind zien. Dat ik echt denk van, oh ja, ik zie er echt wel vrouwelijk uit. En hormonen en fillers en alles hebben er heel veel voor gedaan. Als ik dit zo terugkijk, dan denk ik, oh... Ik zou er maar nu nog steeds zo uitzien. Ik was echt heel onzeker. Ik ben nog steeds heel onzeker. Maar ja, echt. Ik vond het heel raar om het allemaal terug te kijken. En ik heb ze echt al lang niet teruggekeken. Ik denk de laatste keer dat ik die video keek was echt enorm lang geleden. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was een beetje een random video. Ik heb nooit echt een react video gedaan. Dus ik hoop dat het een beetje gelukt is. Vond jij de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. En laat me in de comments weten of jullie ooit mijn oude video's, of mijn oude video's hebben gekeken. Wat dachten jullie toen jullie dat zagen, zeg maar, vergeleken met nu? Wat dachten jullie? Laat in ieder geval hier beneden een reactie achter. Ik vind het super leuk om alle leuke reacties te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.